In de gemeente Kokseide zullen de jongeren zich deze zomer niet vervelen. Daar zorgt de nieuwe jeugddienst wel voor. Met een nieuwe website, een nieuw logo en een nieuwe naam. En vooral een pak leuke events. En er komt ook een nieuwe hotspot voor de jeugd. De Coconuts Youth Bar aan Sportpark Hazebeek. In de Coconut is er eigenlijk bijna elk weekend iets te beleven. We hebben verschillende DJ's geboekt, we hebben een silent disco, we houden een film op groot scherm buiten. Maar wat dat er vooral een speciaal kan is 5 juli. Dan hebben we de kick-off van de Coconuts en dan hebben we 4 artiesten geboekt. En het is eigenlijk een beetje een festival om de Coconuts te openen, dus iets dat je zeker niet mag missen. We hebben eigenlijk lidkaarten laten maken, dus elke jongere onder de 26 mag een lidkaart komen halen hier aan de bar. En dan krijgen ze eigenlijk alle drank aan jeugdhuisprijzen. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er de pretcamionet. De pretcamionet trekt de hele zomer lang rond in de gemeente en is volgepropt met speelgoed en circusspullen. Genoeg voor een dag vol spelplezier. We trekken elke week van buurt naar buurt en eigenlijk mogen kindjes gratis zonder te reserveren komen spelen bij ons. We zijn open van 2 tot 5 telkens en de ouders moeten er wel bij blijven, want het is eigenlijk een pop-up speelplein, maar geen opvang. Jongeren van 12 tot 16 jaar, die willen dan wel weer iets anders. En voor hen organiseert de jeugddienst 2 leuke fuiven. De poolparty in het openluchtzwembad van Oostduinkerke en de neonparty in de pit. Het is echt wel de eerste fuifervaring. Het is volledig alcoholvrij en we zijn daar ook met animatoren en de jeugddienst om alles in het oog te houden. Iedereen is ook welkom op een avond night swimming met DJ. Altijd leuk in een openluchtzwembad. Een overzicht van alle activiteiten vind je in de zomerbrochure of op visitkokseide.be.